Dank u wel. Eerst en vooral willen we graag aanstippen dat we ook heel wat positieve elementen terugvinden in het woonbeleid van de schepen. Ik zal mij voor een aantal zaken aansluiten bij collega Verkeen, die met dezelfde bezorgdheden zit, toch op een aantal vlakken als wij. Maar globaal gezien zien we toch dat de doelstellingen zeer ambitieus zijn. De vorderingen worden zeer goed bijgehouden, ook zeer goed gecommuniceerd. We hebben dat al eens meegegeven, maar Schepen Bourgogne is een van de schepen bij wie het opvallend is op de raadscommissie dat er zoveel informatie wordt gegeven. Dus daarvoor alleszins onze dank. Er worden ook concrete acties voorgesteld, uitgevoerd. Dus op papier zien we eigenlijk heel wat verschuivingen in de goede richting. Maar we hebben toch wel een aantal bezorgdheden, zoals daarnet gezegd. We stellen ons wel een aantal vragen over de concrete haalbaarheid van die doelstellingen enerzijds. En als ook over de druk die hierdoor ontstaat op de mensen die het moeten uitvoeren, op de bewoners, op de mogelijke bewoners, waardoor dat we zien toch dat de kans op lacunes in het beleid verhoogt. Wij vrezen een beetje dat er ook hier op dit thema een stuk aan aankondigingspolitiek wordt gedaan, zoals wij reeds hebben aangegeven, ook op verschillende andere beleidsdomeinen. U zegt het zelf, het gaat om mensen. En ik ben blij om dat te horen, want ook voor ons is dat vanzelfsprekend. Maar wij vragen ons af of in deze politiek van aankondigingen, van cijfers, u lanceert zeer veel cijfers in de pers, van zoveel sociale woningen zullen gerealiseerd zijn tegen dan, zoveel woonentiteiten zullen gebouwd worden tegen dan, of dat er dan nog ruimte genoeg blijft voor het sociale aspect, voor een proactief beleid. Uit de profielschets 2015 blijkt bijvoorbeeld dat de leegstand in Oostende blijft stijgen. En dat staat in schril contrast tot de boodschappen die uw respectievelijke collega's van ruimtelijke ordening uitdragen, namelijk dat er altijd nog wel een appartementje bij kan in Oostende. Maar ze raken blijkbaar nu al niet bewoond en toch wordt er gebouwd, wordt er aangekondigd, wordt er van alles en nog wat gepland. We zien hier ook in de documenten staan dat de stad woonprojecten wil stimuleren die gericht zijn op de huisvesting van eenoudergezinnen. En dan had ik daar eigenlijk gewoon voor de duidelijkheid één formele vraag over. Eenoudergezin, woningen, is dat dan het nieuwe moderne woord voor tweekamerappartementen? Of ben ik niet helemaal mee? Allee, dat was eigenlijk mijn vraag. Of wat typeert een eenoudergezinswoning? Want als het gaat om tweekamerappartementen, dan denk ik dat we toch wel al verzadigd zijn. Dat we er al genoeg hebben in onze stad. Zijn er ook concrete actiepunten vanuit de stad om de leegstand, die dus stijgt, terug te dringen? Ondanks de beloftes van de afgelopen jaren zien we ook dat Oostende wat betreft aantal sociale woningen achterop hinkt. Uit de pers haalden we al het gegeven dat de vertraging volgens u vooral te wijten is aan Vlaanderen en de extra beoordelingscommissie die nieuwe projecten dienen te passeren. Maar graag had ik van u gehoord of de vooropgestelde doelstellingen nog realistisch zijn en welke stappen u als stad proactief zet om deze dan ook effectief te behalen. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Walman. Ja, dank u wel. Bedankt voor de toelichting rond die eenoudergezinswoningen. Het is verhelderend. Maar ik wou eigenlijk gewoon nog eens heel duidelijk stellen dat uw rapportage, de rapportering die u doet, dat zeker oké is. Wij vragen dat ook en wij zijn daar zeer tevreden mee. Dat heb ik ook in mijn eerste zin gezegd. Een stand van zaken krijgen is ook oké, wat betreft al de cijfers van de gerealiseerde projecten en de gebouwde woningen. Dus dat stellen wij natuurlijk absoluut niet in vraag. Mijn enige bezorgdheid, en ik denk voor onze hele fractie, is dat de bezorgdheid dat wij ons afvragen waar de focus ligt. Als zo vaak cijfers genoemd worden, dan vrezen wij een beetje dat het sociale aspect en het inhoudelijke aspect misschien op de achtergrond verdwijnt. Dus dat is onze grote bezorgdheid, dat de focus op de cijfers halen zal liggen en zeker naar het einde van de legislatuur toe, dat het zeer belangrijk zal zijn om die cijfers te halen en dat de kwalitatieve invulling daardoor een stuk op de achtergrond geraakt. En wij vragen u om daar aandacht voor te hebben.